Marit Bosman. Hey allemaal en welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag is iets superleuks, want ik heb weer een concert en I'm pretty excited, want ik heb gewoon tickets weten te scoren via Ticketswap. Echt, het was zo moeilijk. Het was echt een slagveld. Volgens mij kunnen er nog steeds echt... Volgens mij zijn er 1000 mensen die nog steeds een kaartje zoeken. Het is echt insane. Maar ik ga er in ieder geval heen. Dus ik hoop dat de mensen die er niet bij kunnen zijn alsnog mee kan nemen met deze vlog. Ik ga namelijk naar Tate McRae in Melkweg in Amsterdam. En dat is echt super leuk. I'm pretty excited om erheen te gaan. Ik ga me zo meteen even helemaal klaarmaken en zo. En even wat leuks met mijn haar doen. En wat leuks ook aantrekken en zo. Dus dat ga ik zo meteen even doen. En de deuren gaan om 7:30 open vanavond. En volgens mij is het iets afgelopen van 10:30, denk ik. Zij begint zelf, zeg maar, we hebben ook nog voor programma. Maar zij begint zelf om een uurtje of 9. Dus dat is wel lekker op tijd in ieder geval. Dus ik ga jullie vandaag lekker meenemen. Laat vooral weten je favoriete nummer van haar hier in de comments. En laat daarbij ook meteen even weten of jij misschien er ook bent geweest. Of dat je er nog ooit een keer gaat zien. Ik ben in ieder geval pretty excited voor deze vlog. En ik hoop jullie ook. En ik ga jullie vandaag meenemen. En heel veel plezier met kijken. Ik heb serieus echt zoveel outfits. Sowieso wordt het waarschijnlijk iets kleurrijks. Maar ik heb hier ook nog een hele stapel liggen. En ik heb hier ook nog een hele stapel liggen. En ik weet het niet. Ik heb stress. Ik weet niet wat ik aan moet gaan trekken. Deze broek is wel heel erg tof om aan te trekken. Ik wil sowieso lekker veel kleur dragen. Maar dit t-shirt is ook leuk. En deze Spencer. Ja, dit gaat nog even duren voordat ik de outfit heb gevonden. Nou, ik heb eindelijk mijn outfit gevonden. Ik heb echt 100 miljoen outfits aangedaan. Elke keer dacht ik, nee, dit is het net niet. Je ziet het op de achtergrond nog, de ravage. Maar dit is de uiteindelijke outfit geworden. Ik heb een leuk kettingje, een groen shirt, een blokje riem en een gewone normale spijkerbroek. Ik had echt van alles aan, echt van glitters en leuke dingen. En ik zat elke keer zo van, ga ik dit doen? Nee, en ik voelde de vibe gewoon niet. En het was heel moeilijk om een kledingkeuze te maken. Maar het wordt gewoon lekker simpel. Gewoon een groen shirtje met een leuke riem erbij. Helemaal top. Oké, wat echt super top is. Ik heb dus net gewoon 2 euro gevonden. Ik had namelijk een lijstje bij met, oké, kan je contant betalen? Moet je een QR-code gebruiken voor je kluisje? Is het überhaupt verplicht om in te leveren? Gaan ze überhaupt checken wat erin zit? En die hele mikmak. En ik las dus net, Melkweg, ben ik dus eerder geweest en daar stond dus 2 euro. En ik was helemaal zo van, nee, dan kan mijn jas niet ophangen. En dan moet ik dat allemaal gaan wisselen, moet ik allemaal gedoe gaan doen en zo. En nu kwam ik er dus achter dat ik gewoon net 2 euro heb gevonden. Dus dit is top. Nou, het is nu 6:10. En ik zag dus wel dat er vertraging was op het traject dat ik moet doen. Maar volgens mij de beperkingen zijn voorbij, zeggen ze. Dus als het goed is, gaat het gewoon lukken. Dan ga ik mijn reis gewoon zo meteen kunnen vervolgen. Maar het kan zijn dat ik iets later ben. Want de treinen vervallen en zo. En dit tasje heb ik vanmiddag gescoord bij de Primark. En ik heb wel kleinere tasjes, maar niet zo'n grote waar echt super veel in past. Het is echt ideaal. Ik heb dus onder andere een borstel mee, want... Een pony. ik heb oordopjes mee natuurlijk. Ik heb mijn kabel, mijn powerbank, lipstick, pasjes. En dan gaat ze meteen mijn camera hier ook nog in. Maar er past echt super veel in. Dat is echt ideaal. En die kleur, joh. Echt. Ik vind hem ook echt super leuk bij dit groen passen. Het is echt een hele leuke kleur. Dus die ga ik zo meteen meenemen. Het is 6:00 geweest. Het is tijd om die kant op te gaan. Let's go! Just to try.
ben weer lekker thuis. Ik vond het zo'n fucking vette show. Haar vocalen zijn echt geweldig. Ze danst echt heel goed. Het was echt een fucking vette show. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen nemen. Voor de mensen die niet zijn geweest, dat ze een beetje een kijkje hebben kunnen nemen bij de show. En voor de mensen die wel zijn geweest, gewoon lekkere herinneringen ophalen. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk hebben gevonden in de Melkweg. En dan wil ik heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Tot de volgende. Doei!